Een hele goede middag en welkom bij dit nieuwe webinar van APS IT-diensten. Vandaag gaan we het hebben over veilig e-mailen en bestanden delen in Office 365. En dit webinar is tot stand gekomen naar aanleiding van het vorige webinar. Dat ging over security en rondom dit thema kwamen heel veel vragen binnen. Vandaar is besloten om hier een apart webinar aan te wijden en dat gaan we doen met Maurits Knoppert. Ja. Maurits, van harte welkom in de studio. Dankjewel. We kennen je al van eerdere webinars. Klopt. Je bent als consultant verbonden aan APS IT-diensten. Inderdaad, ja. En we gaan straks over dat onderwerp hebben. En ook eigenlijk live in een demo-omgeving allerlei varianten zien. Klopt helemaal. Niet alleen praten, maar ook gewoon een aantal dingen laten zien voor wat een gebruiker tegen kan komen. Hartelijk dank voor je komst. Ja, dankjewel. Jullie hartelijk dank voor het inloggen. Mocht je tijdens dit webinar vragen hebben, schroom niet om die te stellen. Via de box die u rechts in beeld ziet, de vragenbox, kunt u vragen naar ons toesturen. Die komen bij mij in de PC binnen en die zal ik dan vervolgens zoveel mogelijk met jou in behandeling nemen. Ja, stel de vragen gerust en gaan we kijken wat we er ook van kunnen behandelen tijdens dit webinar. Okay. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Okay. Even de agenda voor vanmiddag, waar we het over willen gaan hebben. Als eerste gaan we kijken naar aanzetten en werken met Advanced Threat Protection, afgekort ATP. Dat heeft er voornamelijk mee te maken met zaken die binnen gaan komen, hoe je jezelf kan beschermen. Daarna gaan we kijken met Azure Information Protection, AIP, hoe je zaken kan gaan beschermen op niveau van documenten of ook zaken beschermen met wat je naar buiten wil sturen. We gaan heel kort even kijken naar hoe je zelf documenten kan delen vanuit SharePoint of vanuit OneDrive. Dus dan ga je geen documenten versturen, maar je geeft mensen mogelijkheden om mensen toegang te geven tot zaken. Wat voor mogelijkheden je daarbij hebt. We hebben straks een slide waar een aantal trainingen op staan die we als APS IT-diensten gaan organiseren. En als laatste, als we naartoe komen, een stukje bestellen. Hoe kom ik nu aan mijn licenties? Om dit te kunnen gaan doen. Als eerste het aanzetten en werken met ATP, Advanced Threat Protection. Dat is een onderdeel, je hoeft het niet aan te zetten. Als je de licenties besteld hebt, dan heb je het gewoon toegevoegd gekregen in je omgeving en dan kun je het in gaan regelen. En waar vind ik dat nu precies? Je vindt het onder je beheerscentrum en daarna ga je naar je beveiliging en compliance gedeelte. En daar zit een onderdeel risicobeheer en onder het risicobeheer heb je het onderdeel beleid. En daar gaan we als eerste even naar kijken. Als je het hebt aangevraagd, heb je wat tegeltjes meer gekregen dan er oorspronkelijk hebben gestaan. En wij gaan nu als eerste even kijken naar deze twee veilige bijlagen met ATP en veilige koppelingen met ATP. En daar hebben we de omgeving even erbij gepakt om een stukje demo te laten zien. Hier zie je dezelfde koppelingen, veilige bijlagen met ATP en veilige koppelingen met ATP. We gaan eerst even kijken bij de bijlagen. Je wil graag je omgeving kunnen beschermen met alles wat naar binnen toe komt. En bijlagen die binnenkomen, die kunnen vervelende zaken bevatten. Een van de eerste zaken die je gelijk zelf kan regelen, is een vinkje zetten bij het onderdeel bestanden beveiligen in SharePoint, OneDrive en Microsoft Teams. Heb je ATP aangevraagd en je zet hier een vinkje neer, dan wordt jouw omgeving actief gescand op malware. Bestanden die je hebt opgeslagen ergens in SharePoint of ergens in OneDrive of ergens in Microsoft Teams worden actief gescand. En mocht het nou blijken dat er in een van die bestanden toch iets zit, iemand heeft via zijn OneDrive een bestand binnengekregen en opgeslagen en het is beland in de OneDrive of het is ergens beland in SharePoint, zal zo'n bestand worden geblokkeerd en niet meer te gebruiken zijn. Je kan zelf regels instellen dat je als beheerder mailtjes van binnen krijgt. Maar op die manier zorg je er wel voor dat jouw omgeving vrij blijft van vervelende zaken. Maar er komt ook genoeg binnen via je mail. En wat via je mail binnenkomt aan bijlages, daar kun je gewoon actief mee aan de slag gaan om daar zaken voor in te stellen. En dat moet je wel eenmalig een keer goed inregelen. Je hebt de mogelijkheid om via het plusje zelf een nieuw beleid te maken. En beleid maken wil zeggen, je gaat instellen wat wil je nu precies dat er gaat gebeuren als een mail binnenkomt met bijlages. Je geeft de naam en een beschrijving. Maar het belangrijkste is deze optie. Want bij deze optie kun je aangeven wat wil je nu precies wat er gebeurt met die bijlages die binnenkomt. Standaard staat die uit. Dan wordt er ook niks gescand en alles wat binnenkomt kan de gebruiker openen en je haalt de narigheid op je nek.
Een van de belangrijkste, de twee belangrijkste opties waarschijnlijk die je dan waar je uit zou kunnen kiezen is, je kan zeggen het moet worden vervangen. Dus de bijlage wordt geblokkeerd, maar de mail wordt nog wel afgeleverd bij een gebruiker. Dus een gebruiker kan nog wel zien dat de mail binnen is gekomen, maar de bijlage zelf die krijg je niet binnen. Of een andere optie is, de mail wordt sowieso gelijk doorgestuurd naar de medewerker. Alleen de bijlage wordt dan nog op de achtergrond gescand. Een nadeel kan daarvan zijn dat een goede bijlage niet meteen beschikbaar is voor de gebruiker. Want die wordt op de achtergrond nog gescand en je zal een melding krijgen van de bijlage is nog niet te openen. Hij wordt nog gescand op dit moment. Want wat gebeurt er nu feitelijk? Alles wat binnenkomt in jouw omgeving wordt door Microsoft in een aparte omgeving geopend. Alle bijlages van mailtjes die binnenkomen, die worden in een aparte omgeving een keer extra geopend. Worden er dan niet aparte macro's gestart? Worden daar geen acties in ondernomen? En zo gauw geconstateerd wordt dat er niks gebeurt tijdens het openen van zo'n document, dan zal zo'n document als veilig worden bestempeld en kan zo'n document worden doorgestuurd, zo'n bijlage. Wordt er wel iets in aangetroffen, dan zal zo'n bijlage worden geblokkeerd en zal een beheerder, als die de melding aanzet, op de hoogte worden gehouden dat er iets is aangemeld als met malware bijvoorbeeld. Dat zijn de belangrijkste instellingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat bijlages die binnenkomen, gescand worden, actief gescand worden en dat medewerkers niet per ongeluk bijlages, pdf'jes openen waar vervelende zaken in staan. En als laatste wat je nog even moet instellen, dat heeft ermee te maken dat je aan kan geven op welke medewerkers wil je laten scannen. Je zou kunnen zeggen dat er maar een paar medewerkers wil hebben waar je op zou willen laten scannen. Maar je kan ook gewoon zeggen wat het domein van de gebruiker is. Dus dan wordt gewoon alle mail die naar een bepaald domein verzonden wordt, wordt gewoon actief gescand. En alles wordt dan ook gescand en hoef je niet bang te zijn dat er iets nog tussendoor glipt. Voor de medewerker nogmaals, als die mail binnenkrijgt, die zal misschien merken dat de mail iets vertraagder binnenkomt, omdat die bijlagen actief op de achtergrond gescand worden. Maar als die niks verwacht, zal hij ook niet merken dat het 10, 20, 30 seconden later in zijn e-mailbox zit. Maar het geeft wel een hele veilige gedachte dat alle mail gescand is en alle bijlagen die binnenkomen veilig zijn om te gebruiken. Dat is een van de eerste onderdelen die je aan kan zetten bij ATP. Ja, ik heb een paar vragen gelijk. Misschien is het leuk om gelijk in behandeling te nemen. Eerste vraag is, wat kost ATP? ATP, als je bij APS-IT-diensten zelf voor je contract al hebt geregeld en je hebt je basiscontract al netjes geregeld, dan is ATP gewoon aan te vragen binnen de webwinkel. Dat zal ik straks aan het eind wel even laten zien. Maar dat is dus gewoon gratis aan te vragen. Het is gewoon een gratis dienst die je wel extra moet aanvragen om tot je beschikking te krijgen. Je hebt hem niet automatisch al in je pakket zitten, maar je hoeft er niet extra voor te betalen dan het pakket dat je al hebt aangevraagd bij APS-IT-diensten. Oké. En dat geldt ook straks voor de Azure Information Services die we gaan behandelen? Ja, ook dat is een extra dienst die je aan kan vragen. Je moet het speciaal wel even aanvragen, maar er worden geen extra kosten berekend als je het hebt aangevraagd. Oké. Andere vraag, heel praktisch, komt er een stappenplan vanuit APS voor het instellen van ATP? Als het goed is, zijn er al bepaalde handleidingen beschikbaar die naar klanten worden gestuurd, in eerste instantie die het hebben aangevraagd of die vragen hebben. Dus er worden al handleidingen, stappenplannen verstuurd. Ja, dus die zijn beschikbaar. Ja, die zijn beschikbaar. Ja. En dan twee mensen die vragen, wordt de webinar opgenomen? Kan ik het later terugzien? Dat kan ik bevestigen. Het wordt opgenomen, je kunt het later terugzien en daarvan ontvangt u nog bericht. Oké. Dit is één deel van de beveiliging van inkomende zaken. Een ander deel van inkomende zaken, dat kunnen linkjes zijn die binnenkomen. Als ik mail binnenkrijg, dan kan het ook zijn dat er gewoon geen bijlage bij zit, maar dat er een linkje in mijn e-mail zit. En dat linkje kan ook leiden tot een website waar van alles opgehaald wordt en waarvan je niet wilt dat het binnenkomt. En dat is eigenlijk de tweede optie die je in kan stellen. En dat is dan de veilige koppelingen met ATP. En die zorgt ervoor dat actief op de achtergrond alle linkjes die in e-mailtjes staan, gescand worden,
Ook die worden weer geopend ergens in een aparte omgeving. En zo gauw daar niks wordt aangetroffen, kun jij als gebruiker ook zelf op dat linkje klikken. Feit ook hierbij is, net als bij de documenten, dat het kan gebeuren dat je een mailtje binnenkrijgt. Bijvoorbeeld je hebt ergens een e-book besteld en je krijgt een mailtje binnen met een linkje waar je dat e-book zou kunnen downloaden. Dat is echt een heel apart soort link wat je binnenkrijgt, wat niet generiek is, wat heel veel op internet te vinden is. Dat het dan opeens kan gebeuren dat als je op het linkje klikt, een meldingsscherm krijgt van je kan het nog niet downloaden. Het wordt op dit moment actief gescand. Kom over 2 minuten terug. Mm-hmm. Dit alles gewoon ter beveiliging van de omgeving en ter beveiliging van de gebruiker. En om dit goed werkend te krijgen, is eigenlijk ook hierbij geldt weer een plusje wat je aan kan klikken, wat je wil, dat het aan moet staan. Je geeft het beleid, geef je een naam. Ook hierbij zie je weer staan of het staat uit of je zet het aan. En als het aan staat, dan kun je het, is het gelijk bruikbaar en wordt het gelijk op de omgeving aangezet en kunnen we gelijk mee aan de slag. Je kan nog als extra aangeven dat op de achtergrond niet wordt getraceerd wanneer gebruikers klikken. Dus een soort privacy-achtige zaken. Maar het belangrijkste is gewoon dat het aanstaat en dat dan op de achtergrond gelijk voor gezorgd wordt dat alle inkomende linkjes niet meer gebruikt kunnen worden en eigenlijk gewoon altijd gescand worden voordat een gebruiker erop kan klikken. Dat zijn twee opties die daar binnenin zitten. En daar zijn we druk mee bezig. Je hebt als beheerder dan altijd een mooie grafieken die je gewoon goed in de gaten kan houden. Om te zien van hoe staat het dan nu met mijn omgeving? Hoe staat het met de detecties? Komt er nu veel binnen? Komt er weinig binnen? Zijn er bestanden die binnen zijn gekomen waar malware in zit? Daar heb je mooie overzichten van die je gewoon bij kan houden. Je kan ook mooie regels instellen dat als het zover is, dat beheerders altijd op de hoogte gesteld worden met een e-mailtje of een linkje van goh, deze gebruiker heeft iets ontvangen, let erop. Of dat het bestand wat geblokkeerd is, dat je erheen geleid wordt, dat je zelf actie kan ondernemen op iets wat je ermee wil doen. Dat heel in het kort over ATP, over het beschermen van zaken die binnen kunnen komen in je omgeving. Helder, dankjewel. Maar wat ik net al aangaf, er wordt ook heel veel verstuurd en dan gaat het over beveiliging. Hoe wil ik het verstuurd hebben? Hoe wil ik ervoor zorgen dat de zaken die verzonden worden op een veilige manier verzonden worden? Wil ik dat mensen aan wie ik het verstuur het allemaal kunnen openen? Of wil ik dat zaken die mensen krijgen niet door mogen sturen? Daarmee kun je aan de slag gaan als je AIP in gaat stellen. Azure Information Protection. Ook daarvoor moet je als beheerder weer ingelogd zitten in het Office 365 beheercentrum. En dan via instellingen kun je naar de services en invoegtoepassingen. En als je daarheen gaat, is een van de opties de Azure Information Protection knop. En die leidt je gelijk netjes naar een plek, naar een linkje waar je op kan klikken om op de juiste plek uit te komen. En daar kun je via een knop klikken op activeren of deactiveren, want in deze omgeving, de screenshot staat het al aan. Maar als het niet aanstaat, kun je op activeren klikken en dan zet je het aan voor je omgeving. Standaard staat het nu al aan op omgevingen die nu aangevraagd worden. Vanaf april, scholen die nu vanaf april met de nieuwe omgeving gestart zijn, daar staat het al standaard aan. Omgevingen van voor die datum zul je het even aan moeten zetten om er gebruik van te kunnen maken. Ook hierbij geldt, het is gewoon basisfunctionaliteit. Je hoeft er niks extra's dan verder voor in te stellen. Je hoeft er verder niks mee aan te vragen. Hiermee kun je gewoon gelijk lekker aan de slag gaan. Het enige is dat je goed moet zorgen dat de medewerkers weten wat ze moeten doen. En ook realiseren wat ze doen voor een ontvangende gebruiker. Daar gaat het eigenlijk om. En ook daarmee kunnen we even kijken naar een stukje demo. Van hoe ziet dat er nu precies uit en wat kan ik er nou precies mee? Ik zit nu even in een omgeving in de webmail ingelogd. En daar kan ik een nieuwe e-mail aanmaken. En in deze omgeving zie je dat AIP aanstaat, omdat ik een extra knop heb gekregen die heet beveiligen. En aan deze knop zie je dat het aanstaat. Zie je die knop beveiligen niet, dan weet je dat het uitstaat in je omgeving. De beheerder kan het aanzetten en dan
het duurt meestal kwartier, half uur. Ik heb een keer gehoord dat het een dag heeft geduurd, maar meestal is het kwartier, half uur. En dan kun je die knop beveiligen ook in je eigen omgeving zien. En dan is het geactiveerd op de achtergrond. Ik kan een mail maken. Naar een externe ontvanger. En ik gebruik expres even een Gmail-account om te laten zien dat het niks met Office 365 te maken heeft. Dat het echt gewoon werkt naar andere partijen, dat het ook gewoon werkt. Ik kan een bijlage bijvoegen bij mijn mail. En dan is mijn mail gemaakt. En normaal zou ik hem nu gelijk versturen. Misschien dat ik er nog een berichtje bij een onderwerp bij kan versturen. Maar er zit nu eigenlijk totaal geen enige bescherming in. Degene die hem nu krijgt, die kan de bijlage openen, die kan de bijlage veranderen, die kan de bijlage doorsturen naar iedereen. Er zit totaal geen enkele beveiliging op. Via de knop beveiligen die er nu bijgekomen is, heb je de mogelijkheid om wat extra zaken in te kunnen stellen. Je ziet nu ook dat die standaard ingesteld staat als niet doorsturen. Oftewel, de ontvanger die hem nu krijgt, die ontvangt een mail van mij, maar die kan die mail ook niet meer verder doorsturen. Hij is alleen gericht aan die persoon. En die persoon kan ermee werken, maar kan hem niet doorsturen naar Jan, Piet of Klaas om te laten zien van, goh, kijk eens, jij kan er ook nog even mee verder gaan. En de inhoud van de mail kunnen ze niet afdrukken. Ze kunnen het ook niet kopiëren en niet doorsturen. Dus ze kunnen eigenlijk heel weinig. Ze kunnen alleen lezen. Door middel van deze knop heb je dat nu ingesteld. Via de machtigingen wijzigen, wat we hieronder bij zien staan, heb je nog de mogelijkheid om te zeggen, nou, ik wil eigenlijk alleen dat het versleuteld wordt. Dan zet je een iets lagere variant van beveiliging op en is de mail versleuteld voor de ontvanger. En dan kan die desnoods met de tekst nog wel wat mee doen, alleen hij is dan versleuteld aangekomen. En je zou zelfs kunnen zeggen, als je even van de onderste twee varianten kiest, dat je hem alleen maar intern wil houden. Als je een van die onderste varianten kiest en je verstuurt hem naar een extern iemand, dan mag die er nog ineens bij komen. Die kan nog ineens inloggen. Maar we kiezen nu even voor niet doorsturen. Dat niet doorsturen wordt dus op die mail en op de bijlage die erin zit, wordt dat erop vastgeplakt. En ik klik op verzenden. En de mail, ja, zonder onderwerp, gaat de deur uit en is verzonden naar een externe ontvanger. Ik zit bij de, nu even via die externe ontvanger zit ik ingelogd. Het is gewoon, zoals je ook ziet, het is een heel andersoortige mailbox. En ik zie mijn mail binnengekomen. Ik krijg de mail ook gewoon niet binnen. Ik krijg een melding dat er een mail is voor mij afgeleverd en dat ik erheen mag gaan. En ik kan een klik op de knop dat ik het bericht wil lezen. Ik ben nu ontvanger geweest, dus ik mag blijkbaar dat bericht ook lezen. Hij gaat het bericht ook nu nog steeds niet openen, maar hij gaat nu naar de omgeving toe van waar het bericht vandaan is gekomen. En hij vindt nu dat ik me moet authenticeren. Ik moet me laten zien wie ik ben. En omdat ik nu toevallig een Gmail-adres heb uitgezocht en Microsoft en Gmail wel op een bepaalde manier samenwerken, mag ik nu inloggen met mijn Google-account om mij te kunnen authenticeren. Maar is het bijvoorbeeld verstuurd naar een Access for All mailbox of het is verstuurd naar een Yahoo mailbox, dan heb ik niet de mogelijkheid om op die manier met een gebruikzame wachtwoord te authenticeren. Dan kan ik zeggen, of meld u aan met een eenmalige wachtwoordcode. Dan krijg ik een tweede mailtje opgestuurd in hetzelfde postvak met een aantal cijferige code en daarmee kan ik dan dat bericht ook openen. Dat zorgt ervoor dat als ik dat bericht misschien wel door had kunnen sturen, dat die tweede persoon nooit die code kan krijgen. Want aan dat mailtje zit mijn gebruikersnaam gekoppeld. En als ik hem doorstuur en een ander klikt op, nou geef mij die wachtwoordcode maar, die krijgt die code nooit in bezit. Dus die kan dat mailtje ook gewoon nooit openen. Ik klik even op die onderste om te laten zien hoe het bij andere accounts misschien ook zou gaan werken. Iets te lang opengestaan waarschijnlijk. Hij vraagt nu of ik een code wil invoeren. Ik ga even naar mijn postvak in. Er is al een tweede mailtje binnengekomen met die eenmalige code. Die kan ik gebruiken. Ik kan hem even knippen en plakken in dit systeem. Hij slaat één tekentje over.
even opnieuw doen. Hij heeft waarschijnlijk in het gesprek net iets te lang even opengestaan. Ik wil het bericht lezen. Ik wil een code hebben. De code krijg ik opgestuurd. Doorgaan. En hij opent het bericht nu. Het bericht staat nog steeds niet in mijn mailbox, maar hij opent het bericht bij de verzender vandaan. Okay. Dit heeft vaak even met de internetsnelheid te maken, dat die soms net even wat langer duurt omdat hij het ergens moet ophalen. Ja. Om de mail goed te kunnen bekijken. Is het vaker dat je met deze manier van werken werkt, dan kun je ook gewoon een vinkje plaatsen dat het een privécomputer is. Dan weet gewoon de verzender en ontvanger dat het eenzelfde apparaat is, dat je daar vaker gewoon mee aanmeldt. Dat je dat niet iedere keer die stappen hoeft te doorlopen. Is het een goed moment om weer te vragen? Ja, hij wil... Zou je altijd zien? We zitten in de voorbereiding. We hebben het allemaal keurig zitten doen. En hij pakt er nu niet lekker op. Pakken we even de andere manier van inloggen. Desnoods van inloggen met Google. Deze hadden we gebruikt. En nu komen we wel gelijk netjes in de mail. Hier zie je de mail ook staan. Die we hebben binnengekregen. Wat we net ook aangaven. Hij is verzonden met dat hij niet doorgestuurd mag worden. Hij mag ook niet afgedrukt worden. Dus het is ook gewoon uitgegrijsd. Je kan ook gewoon geen gebruik van maken. Je kan wel de bijlagen, dat je die zegt van ik wil hem eventjes bekijken wat erin staat op deze manier. Je zou hem ook nog zelfs kunnen downloaden. En dan staat hij op je computer. En dan kan je hem openen als je je aanmeldt met je eigen gegevens. Maar feit blijft dat de beveiliging op het document blijft staan. Dus je kan de beveiliging er zelf niet afhalen. Ik kan het document downloaden en zeggen ik ga het document nog een keer versturen naar iemand anders. Maar die ander komt er nog steeds niet in. Want de beveiliging blijft echt zo in dat document staan. Dat de ander zegt van nou ja, je moet je aanmelden met het adres waarnaar die verstuurd is. En als je dat niet hebt, kom je ook niet in het adres binnen. Dus de beveiliging zit in het document en waar je het ook heen stuurt, dat volgt. Dat blijft er gewoon in zitten. Misschien een paar vragen. Ik heb hier een vraag. Hallo Maurits, werkt dit op een soortgelijke manier met een lokale Outlook? Ja, ik laat nu in de webmail zien. Het ligt er een beetje aan hoe de communicatie tussen het mailprogramma en Office 365 werkt. Als de moderne variant is, dan zou je waarschijnlijk zelf gelijk goed ingelogd kunnen zijn. Dan hoef je die stappen niet te doorlopen, omdat je al geverifieerd bent, dat het al bekend is als bijvoorbeeld verstuurd wordt naar een Office 365 account. Maar open je het gewoon in een Outlook variant en de mail komt binnen ook op een Gmail adres bijvoorbeeld, dan zie je diezelfde stappen dat je even eenmalig moet verifiëren om dan door te klikken naar het document zelf. Ja. Dus je hoeft niet altijd web-based te werken. Het kan ook gewoon via Outlook. Ja. Okay. Dan hier, dit gaat over AIP. Bij ons staat de optie aan, maar is de button beveiligen grayed out en de functie wel enabled. Ik weet niet of je daar zoiets van kan zeggen of dat je dan weinig informatie hebt. Nee, dan moet het even. Daar zouden we dieper op in moeten gaan. Ja. Bij het beveiligen van e-mail, is het dan nog wel mogelijk om een schermafbeelding te maken van de beveiligde e-mail? In principe is het zo dat de e-mail die binnenkomt, dat je daar ook geen schermafbeelding van zou kunnen mogen maken. Dus ja, om dat ook te ondersteunen van ja. Het is beveiligd, dus dat soort dingen worden uitgeschakeld. Ja. Ik zie die toepassing niet bij services en invoegtoepassingen. Dus dat is een paar stappen terug eigenlijk. En over welke service? Dat kan ik nu niet herleiden. Dit is de vraag in het totaal. Ik zie die toepassing. Dus dat is de toepassing die ik net liet zien. Niet bij services en invoegtoepassingen terugkomen in het scherm. Oké. Ja, oké. Dan heeft dit aanzetten nog invloed op de functionaliteit van mijn omgeving? Met andere woorden, krijgen gebruikers mogelijk foutmeldingen na het activeren of gaat dit allemaal vloeiend? Nee,
Dat is het mooie. Dit kun je gewoon aanzetten op je omgeving. Dat heeft verder ook helemaal geen verdere invloed op je omgeving. Het enige is dat ze dat knopje beveiligen in de e-mail terecht zien komen. En dat ze erop kunnen klikken en het kunnen gaan gebruiken. Dus dan is het wel goed om aan te geven bij de gebruikers van, goh, je hebt een knop beveiliging erbij gekregen om te vertellen wat die knop dan precies doet als mensen het gaan gebruiken zonder dat ze weten waarvoor het dient. Bijvoorbeeld dat ze de knop beveiligen opeens ook gaan gebruiken als ze alleen maar intern aan het mailen zijn, wat dan weer extra stappen vergt, terwijl dat niet nodig is, want mail die intern verstuurd was, hoef je niet beveiligd te versturen, want dat is al beveiligd binnen de omgeving zelf. Ja, dat kun je binnen SharePoint beveiligen. Waar vragen we AIP aan? AIP zelf hoef je niet aan te vragen. AIP zit in de EMNS-licentie. En dat is dus weer ook een gratis additionele licentie die je extra aan kan vragen. Ja, je moet hem even zelf wel extra aanvragen, maar dan kun je hem toevoegen aan je omgeving. En dat kan via de webwinkel van APS IT-diensten. Oké. Okay. Dan nog een vraag, die gaat even over ATP, dus waar we net over het scannen van die documenten en die linkjes. Ja. Zal de ATP ook een vertraging veroorzaken in de omgeving door die actieve scans? Nou, in de omgeving zelf zou je daar geen vertraging in merken. Maar ja, medewerkers zelf kunnen misschien, als ze heel erg druk met elkaar met buitenstaanders bijvoorbeeld aan mailen zijn met bijlagen, en ze weten dat er op een bepaald moment een bijlage binnen moet komen, zou het kunnen zijn dat medewerkers ervaren dat een bijlage wat later binnenkomt, omdat die eerst gescand moet worden. Ja. Maar op de omgeving aan zich zou je dat niet merken. Ja, oké. Okay. Dit ziet er interessant uit, maar er zijn veel handelingen nodig om het op de juiste manier in te stellen. En dan over ATP, denk ik. Dit gaat weer over AIP. Oh, AIP. Ja, sorry. Ja. Nou, in eerste instantie, wat ik net heb laten zien bij AIP is van, je moet de knop aanzetten op activeren dat het aanstaat. En eigenlijk heb je dan de basisfunctionaliteit heb je gewoon geregeld. Dan staat het knopje beveiligen, staat gewoon aan. En voor een beheerder is er dan verder niks meer op dat punt in te stellen. Maar behouden ze dan dat je zegt van, we moeten de medewerkers even inlichten over wat er nu precies aanstaat, wat je er precies mee kan doen. Ja. Nog een paar vragen over die beveiliging van het scherm. Als ik het kan zien, dan kan ik een kopie maken toch? En iemand anders zegt, wat in het geval van een screendump? Ja, je kan ook met een fotostel op een gegeven moment een foto ervan maken. Ja, mensen kunnen op een gegeven moment ook moedwillig blijven aan de slag blijven gaan. Ja, dan kun je dus helemaal 100% afdekken kan niet. Maar zeker de manieren om een screenshot te maken of een screendump met Windows acties, die worden onderdrukt vanwege die beveiliging die erop zit. Okay. Nu is de bijlage beveiligd, kun je ook gewoon de inhoud van je mail beveiligen? Het mailberichtje zelf eigenlijk. Ja, het mailbericht zelf is ook beveiligd. In één keer beveiligd. Want als ik er geen bijlage bij had gestopt, had ik dezelfde stappen moeten doorlopen voordat ik mijn mail had verstuurd. Dus als ik een mail verstuur naar een schoolbegeleidingsdienst, waar ik in de mail zelf de informatie zet die ik graag wil delen, maar wat privacygevoelige informatie is, dan zal diegene, de ontvanger, ook zelf eerst die stap moeten doorlopen om bij die mail te kunnen komen. Ja. Dus de inhoud van die mail is wel degelijk ook gelijk beschermd. Oké. Okay. Even als antwoord op de eigen vraag, het grayed-out zijn van beveiligen. Lijkt dat zo te zijn in IE11, in Edge en in Chrome werkt het wel? Nou, dat ter informatie van mensen. Ja, dat is een vraag zelf opgelost. Helaas werken niet alle browsercontrole goed samen met bepaalde functionaliteit. Oké, okay. Dan even nog een laatste vraag. Dan kunnen we weer verder met de volgende demo. Werkt het ook in Outlook als desktop-applicatie? Ja, zeer zeker. Binnen Outlook, als het aanstaat, heb je ook gewoon bij je invoegen een knop gekregen waarbij je, wat we net ook zagen met beveiligen, niet doorsturen en intern. Het enige is dat de optie beveiligen of als wij hier kijken en we zeggen hier beveiligen, hebben we hier vier opties die je kan kiezen. Versleutelen, niet doorsturen, confidential en confidential view only. Dat is echt alleen intern. Heb je in de Outlook client alleen de onderste drie opties. De optie versleutelen zit er in de Outlook client op een bepaalde manier niet bij.
Daar zijn ze wel mee bezig om het op te lossen. Maak je bijvoorbeeld gebruik van de Office Pro Plus versie. Dus dat is de Office client die je downloadt vanuit de cloud. Dus niet die je vanaf een ISO'tje of installeert van een cd, maar die je uit de omgeving haalt. Dan zijn ze het nu aan het uitrollen dat de oplossing versleutelen ook beschikbaar komt in je Outlook client. Heb je je Outlook geïnstalleerd via een cd'tje, dan zal die optie er zeer waarschijnlijk niet snel tevoorschijn komen. Dus daar zie je ook wel verschillen in van de manieren hoe jij programma's installeert. Vanuit de cloud of via een cd'tje. Okay. Dan nog iemand die wat later inlogt of verstoord werd. Ik kan geruststellen, het wordt nog een keer toegemaild. Dus u kunt het webinar nog een keer terugkijken. En de presentatie wordt ook gedeeld, geloof ik, hè? Ja. Geen vraag, maar een opmerking dan om af te sluiten. Je moet een hoofdbeheeraccount aanmaken en deze gegevens bij de hand hebben. Anders kom je nooit door de aanvraagprocedure. Dus dat eventjes als tip. Ja. Oké, kunnen we verder. Oké, wat we nu net hebben bekeken was het werken met AIP in de mail. Dus een functionaliteit die je in je e-mail krijgt, gewoon standaard als je het gelijk aanzet. Je kan ook op document-niveau een stap verder gaan. Je kan met AIP ook aan de slag gaan, dat je met labels aan de slag gaat en documenten echt gaat beschermen. Dat het recht of dat de beveiliging op het document zelf komt te zitten. Dat is een extra stap die je kan gaan doen met AIP. En dat vergt nog wel wat meer inrichtingswerkzaamheden in Azure om de juiste labels te krijgen, om met de juiste labels aan de slag te gaan. Maar daarmee kun je echt op documentniveau ervoor gaan zorgen dat data die binnen school is, ook binnen school kan blijven of binnen een bepaalde afdeling kan gaan blijven. SharePoint kan je natuurlijk bijvoorbeeld heel mooi inrichten met rechten op bibliotheek of rechten op een site. Een directie heeft het recht om op de directiesite te kunnen komen. Die kan daar een document van downloaden. Maar die kan daarna het document, als het eenmaal gedownload heeft, verspreiden aan iedereen. En iedereen kan het openen en kan ermee aan de slag gaan. Er zitten verder geen rechten meer op het document zelf. Ga je aan de slag met AIP en labels, dan kun je echt op het documentniveau rechten zetten. Dus dat betekent, het document staat bijvoorbeeld bij directie. Het heeft het label directie en achter het label hangt ook gewoon de melding. Alleen mensen die lid zijn van de groep directie of alleen maar die persoon mag dat document verder openen en bewerken of niet bewerken en alleen maar lezen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, ik open heel even Word. Ik heb hier een nieuw Word document en via een knop die je dan toe kan voegen, kan ik zeggen, ik ga dit document bestempelen als intern. En zoals je dan ziet, kun je ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld een watermerk in komt te staan. Je kan ervoor zorgen dat er boven in beeld een extra label komt te staan, dat het een intern document is. Maar waar ik nu voor gezorgd heb, is dat er echt een label, een beveiliging echt op dit document te vinden is. En die beveiliging zal dit document ook nooit verlaten. Ik kan dit document nu mailen naar 10 verschillende mensen, maar zolang die mensen niet in de juiste groep zitten om het te mogen openen, zullen ze dat document ook nooit kunnen openen en nooit kunnen bewerken of nooit wat mee kunnen doen. Of je kan door middel van die labels verschillende gradaties instellen, dat mensen het alleen maar mogen lezen en andere mensen erin mogen werken. Dus dan ben je echt bezig op beveiligen op documentniveau in plaats van beveiligen op een bibliotheek met leesrechten. Mm-hmm. En je kan dus hiermee voor zorgen dat informatie die je echt gewoon graag intern wil houden en niet naar buiten toe wil laten sturen, dat gewoon automatisch op deze manier geregeld wordt. Nu heb ik gezegd van ik voeg zelf het label toe, maar je kan ook op de achtergrond regels instellen dat bepaalde documenten waar bijvoorbeeld BSN-nummers in voorbij komen, dat die automatisch bestempeld worden met een bepaald label. Dat wordt dan op de achtergrond wordt dat uitgevoerd, documenten worden gescand en ja, door middel van herkenning, een BSN-nummer heeft een bepaald type nummer is dat natuurlijk, wordt dat herkend en die krijgt dan automatisch het label waarvan je zegt van dat moet zo zijn. En daarmee zorg je ervoor dat het echt gewoon intern blijft, dat je nooit per ongeluk dat naar buiten toe kan sturen en dat anderen erbij kunnen komen. Ja, oké. Ik heb weer een vraag binnen. Ja. We hebben in SharePoint de koppeling met externe in verband met privacy juist uitgezet. Daardoor missen we ook veel functionaliteit. Wat is jouw advies hierin? Kom ik zo heel veel terug, want een stukje de volgende vraag. Ja. De vraag sluit wel een beetje aan op waar ik waar je naartoe gaat. Waar ik zo naartoe ga, ja. Oké. Andere vraag. Ik las dat 50% van de datalekken ontstaat door het sturen naar de verkeerde persoon. Is hier ook een oplossing voor?
Ja, dat blijft zeer zeker mensenwerk, zeer zeker. En wat we net ook gezien hebben, als je nu je kan nu een beveiligde mail versturen, maar als je het naar het verkeerde adres toestuurt, ja, dan stuur je het naar het verkeerde adres. En daar is op dit moment niet een mogelijkheid dat je zegt van ik trek mijn mail terug of iets dergelijks. Dus dat blijft mensenwerk, maar ook daarbij geldt van de stap die ik nu hierna ga doen, zou het misschien deels kunnen ondervangen. Oké. Okay. Geldt dit alles ook voor Office 365 A1 abonnementen? Ik heb me laten vertellen dat hierin namelijk beperkt, dat het hierin beperkt kan. E3 is bijvoorbeeld veel uitgebreider. Ja, dat klopt. Bij de E3 variant heb je de mogelijkheid voor de Azure zaken die hierin zitten, die zitten dan meer in die E3 variant die je echt voor nodig hebt. Okay. Misschien komt het in de demo nog terug. Waar stel je de labels in? Ja, dat kunnen we even kijken of we daar nog extra in kunnen, dieper in kunnen duiken. Maar dan ga je echt een stuk Azure in, waarbij je dat kom je in meer moet in stellen. Het trainingsgedeelte. Ja, dan kom je meer in het trainingsgedeelte. Ja. Ja. Okay. Ja. Waar we het net de hele tijd over gehad hebben, is van je stuurt een mail uit waar ook gewoon een bijlage bij zit die je dan verstuurt. Maar een andere optie die je zou kunnen doen is dat je zegt van, ja, ik ga geen bijlages meer versturen met mail, maar de bijlage, het bestand staat bij mij en ik verstuur alleen maar een machtiging voor een ander dat ze bij het bestand kunnen komen. En dat raakt ook hetgene wat de andere vraagsteller zei. We hebben uitgezet dat mensen externe of dat met externe gedeeld kan worden. Een beheerder kan aangeven, dit is een scherm wat vrijwel overal nu te zien is als je zegt van ik ga delen. Een beheerder kan instellen met wie er gedeeld mag worden. Hier staat nu alles open. Ik kan kiezen voor iedereen, maar ik kan ook kiezen voor personen in de organisatie. Iedereen wil zeggen het wordt een anoniem linkje naar het document en iedereen die het linkje krijgt kan bij het document komen. Kiezen voor personen in de organisatie is het een linkje waarbij je moet inloggen op de omgeving om erbij te kunnen komen. Maar kies je voor de onderste specifieke personen, daar gaan we zo direct even naar kijken, dan kun je daadwerkelijk aangeven met wie je het wil delen. En dan verstuur je niet de bijlage, maar je geeft diegene met wie je het deelt het recht om bij die bijlage te mogen komen. En dit is iets wat een beheerder in kan stellen. Die kan dus instellen met wat de bandbreedte is met wie je wilt delen, van anoniem tot aan alleen maar mensen binnen de organisatie. Dus daar zit een bandbreedte tussen, want je zou kunnen aangeven, nou, anoniem wil ik niet. Ik wil niet dat er een anoniem linkje gemaakt kan worden, maar ik wil wel bijvoorbeeld dat er met specifieke personen gedeeld kan worden. Dus dat is al iets beschermder dan die anonieme link. En een tweede is, die je in kan stellen, is van wat wil ik standaard hebben staan of mensen mogen bewerken in mijn documenten die ik verstuur. Want als ik een linkje verstuur naar iemand anders, dan krijgen ze de toegang tot het document. En wil ik dat ze het alleen maar mogen lezen of wil ik dat ze erin mee kunnen werken. En ook daarbij geldt dat de beheerder aan kan geven, ja, wat wil ik nu als standaard. En een medewerker kan aangeven, ja, ze mogen erin werken of ze mogen er niet in werken. En hoe ziet dat er dan uit als ik daar mee aan de slag wil gaan? Ik heb hier even een OneDrive geopend waar een document in staat. En zoals te zien is, het document is privé. Oftewel, het document is van mij en niemand anders heeft toegang tot het document om erbij te mogen komen. Ik kan nu aangeven, dit document wil ik gaan delen. En standaard staat hij dus op personen in uw organisatie met de koppeling kunnen weergeven. Dat is door de beheerder zo ingesteld. Wel zo veilig. Dan kun je dus niet per ongeluk een grotere doelgroep hebben. Maar ik kan dus als medewerker zeggen, nee, ik wil hem nu delen met specifieke personen. Oftewel, ik ga zelf adressen invoeren met wie ik het document wil gaan delen. En die specifieke personen krijgen dan een mailtje met het linkje om erbij te kunnen komen. Ik kan een mailadres invoeren met wie ik hem wil gaan delen. Ik krijg netjes een waarschuwing van let op, het is wel iemand buiten je organisatie. Nou, het is wel netjes dat ik daar even nog een keer extra voor gewaarschuwd word. En ik kan op verzenden klikken. Er wordt geen enkel document nu verzonden. Het enige wat er nu gebeurt is dat ik iemand anders het recht ga geven om bij dit document te mogen komen. Het document blijft gewoon nog steeds onder mijn beheer staan. Niemand anders kan er verder bij. Ik ga weer heel even naar die mailbox waar we net ook waren. Deze hebben we even niet nodig. En als het goed is, ja, er is een mailtje binnengekomen dat dat account een document met mij gedeeld heeft. Ik kan klikken op openen.
En ook hierbij geldt weer, ik moet me weer eerst even verifiëren. Ook hierbij geldt dus weer, ik kan dit mailtje van het document kan ik niet naar een ander doorsturen. Want die ander, en die klikt op ik wil het document openen, zal zich ook moeten verifiëren met het adres waarna ik hem gedeeld heb. Nou, ik heb hem gedeeld met demo. Hij komt dan naar boven toe. Volgende. En er komt wederom een code naar mijn mailbox die ik kan gebruiken om me mee te kunnen verifiëren. En ik kan de code invoeren, verifiëren. En ik kom netjes in het document. Hij stond nu op alleen lezen, dus ik kan ook niks bewerken en ik kan nu ook niks doen. Maar wat ik net aangaf al, het mooie van deze manier van delen is dat ik eigenaar blijf over het document. Stel je voor, ik heb hem naar een verkeerd persoon gestuurd of hij is naar iemand gegaan die er niet meer bij zou mogen komen. Ik kan nu heel eenvoudig vanuit mijn eigen omgeving aangeven dat dat document, of misschien wel een map met een aantal documenten, die nu gedeeld is, aangeven, ik wil nu niet meer dat ze gedeeld worden. Ik haal de link met wie die gedeeld is, haal ik weg. Ik haal de koppeling weg. Waardoor ik iemand gelijk weer het recht heb ontnomen om bij het document te kunnen komen. Waardoor ik dat in eigen beheer hou. Want als ik hem nu weer ververs, dan zou bij delen staan dat hij weer privé is. Dat hij echt alleen maar van mij is. En degene die dat net dat mailtje heeft gehad, er niet meer bij mag komen. Omdat het document niet meer beschikbaar is voor diegene. Oké. Dus op deze manier kun je vanuit SharePoint heb ik het nu net gedaan, of vanuit OneDrive heb ik het nu net gedaan, maar vanuit SharePoint kan het op dezelfde manier. En een beheerder, wat we net ook al aangaan, wat we net zagen, kan aangeven van goh, op welk niveau wil ik nu dat er gedeeld kan worden. Het zou zelfs kunnen zijn dat een beheerder zegt van ja, maar we hebben één bepaalde plek waar we wel willen met anonieme gebruikers iets kunnen delen, wat algemeen materiaal is. Dan zou je bijvoorbeeld een aparte site binnen SharePoint kunnen maken en die site echt toevoegen als anonieme gebruikers dat ze daar vandaan kunnen delen. Dan is de rest sowieso allemaal afgeschermd. Alleen dat ene kleine gedeelte geef ik toestemming dat daar wel met anonieme gebruikers gedeeld kan worden. Bijvoorbeeld met formuliertjes die voor de ouders moeten kunnen downloaden van schoolplannen of iets dergelijks waarvan je niet wil dat je iedere keer maar hoeft te mailen, maar dat je gewoon kan verwijzen, ga naar die map toe en daar staan al die spullen en dan kan je daar vandaan downloaden. Dus dan hoef je niet bang te zijn dat je hele omgeving open staat, maar dan zorg je voor dat één klein stukje alleen maar op die manier open staat daarna. Oké. Weer een paar vragen. Ja. Over het delen met van documenten. Maurice, maar wat betekent iedereen dan? Dat iedereen gemaild wordt of dat je ieder binnen of buiten de organisatie specifiek kan mailen, dus naar één of meer personen in en extern? Iedereen wil zeggen, het wordt een generieke link. En die generieke link, die kan ik versturen naar iedereen die ik wil. Ik kan die link ook hier vandaan kopiëren. Die kan ik ergens neerzetten. En iedereen die op die link klikt, komt bij de informatie. Je hoeft je niet te verifiëren, je hoeft niet te bewijzen wie je bent. Die link is gewoon openbaar. Het enige wat daar wel mooi aan is, wat je zou kunnen doen, is je kan een verloop instellen. Je zou kunnen zeggen, hij is maar één dag geldig en na die dag is die link sowieso daarna verlopen. Maar iedereen is echt gewoon iedereen. Ja. Deze vraag die kwam iets eerder binnen dan dat jij vertelde over een openbare link. Ja. Dus dan denk ik dat deze vraag ook gaat over, ik kan het met iedereen delen die ik wil, ja, mits je daar expliciet toestemming voor geeft. Dus jij gaf net aan van de openbare link. Ja. Daarvoor hebben we het gehad over het delen van links, ja, van SharePoint aan externe, ja, buiten die organisatie. En daarvoor kun je dus die specifieke personen heel goed gebruiken. Ja. Want daarmee kun je dus iemand de machtiging geven die buiten die omgeving is. Die moet zich wel één keer even verifiëren met die code wat we net zagen. Maar kan er dan wel, ja, bij komen. En die link is niet verder te distribueren. Dus dat kan iedereen zijn, maar iedereen die jij aanwijst, ja, eigenlijk. Ja, zo, ja, zo, ja. Dan kun je ook laten zien waar je die standaard instellingen door beheerder maakt. Dit gaat ook even terug. Hè? Er zijn wat vragen afgelopen 10 minuten zeg maar binnengekomen. Ja. Ook in het beheergedeelte heb je tegenwoordig een hele mooie beheeronderdeel. En dat beheeronderdeel heet OneDrive. En daarin zitten heel veel onderdelen nu
waar je het in kan stellen met een stukje delen met wie je wel en wie je niet wil. Het instellen van die verlooplink, dat het bijvoorbeeld na een jaar of 3 dagen standaard moet staan. Dus dat vind je daar, om dat soort zaken in te stellen. En wie zijn personen met bestaande toegang? En wat zijn gastgebruikers? Mensen met bestaande toegang, dat zijn mensen. Stel je voor, ik heb een bibliotheek. En die heb ik al, waar de mensen van de bovenbouw bijvoorbeeld hebben daar de toegang toe. Dus die hebben al de machtiging om daarbij te kunnen komen. En als ik daar dat linkje pak en ik verstuur hem naar mijn hele team, dan kunnen alleen de mensen die in de bovenbouw zitten, die kunnen erop klikken, die komen erbij. En mensen die niet in die bovenbouw zitten, die komen er niet bij. Er worden niet specifieke rechten op dat document dan neergezet. Het linkje is gewoon van, heb ik toegang? Ja, dat die plek. Oké, dan kan ik er dus bij. Heb ik geen toegang, dan kom ik er dus niet bij. Ja. En dan is AIP ook mogelijk voor A1-users? Nee, je hebt daar echt gewoon de extra licenties voor nodig. Mm-hmm. Oké. In de demo wordt gedeeld vanuit OneDrive. Kan het delen ook met externe, ook vanuit SharePoint? Ja. Wij zien alleen de optie delen met medewerkers. Ja, dat heeft ermee te maken met hoe een beheerder het heeft ingesteld. Dat voor een deel strikter is ingesteld, dat je alleen maar intern mag delen en niet met meerdere personen naar buiten. Maar ja, dat is een daar gaat ook een stukje beleid van, ja, wat spreek je met elkaar af? Wat vinden we wat mag en wat niet mag? Maar ik vind ook dat er gewoon een stukje bij het van met elkaar in overleg zijn van, oké, we zetten het aan, maar hoe ga je er dan mee om? Dat je er op een goede manier mee omgaat. En een beheerder heeft altijd, dat is misschien wel een goede tip om mee te geven, er zit een onderdeel in binnen Office 365 dat je het logboek na kan kijken wat er gebeurt in je omgeving. Dus stel je voor, we zetten het wel open dat je met geselecteerde gebruikers kan mailen. En het gaat eigenlijk gewoon altijd goed, maar het gaat een keer mis, maar je weet niet hoe het gedaan is. Kun je als beheerder altijd op de achtergrond acties nakijken van wat er gebeurd is. Om te zien van waar is het dan misgegaan. Mm-hmm. Dus ook een stukje datalek van, het hoeft nog eens bewust te zijn gebeurd, maar het kan ook onbewust dan zijn gebeurd. Maar als beheerder kan je dat dan op die manier nakijken. Ja. Toch nog een vraag over e-mailbeveiliging. Is de standaardinstelling ook aan te passen naar het laagste niveau? Nee. Als iemand het weet, mogen ze het melden. Maar volgens mij is dat op dit moment is dat niet aan te passen. Hij zet hem standaard op die do not forward, niet doorsturen. En als je hem wil beveiligen of alleen maar versleutelen, moet je dat echt als een matige actie. Je kan hem niet omwisselen. Okay. En werkt het delen via SharePoint net zo? Dus hetzelfde als met OneDrive. Ja, dat is het mooie. Dat deelscherm wat ik net liet zien, dat wordt eigenlijk het uniforme deelscherm. Ook als je straks met OneDrive Files on Demand bijvoorbeeld gaat werken, gewoon op Windows 10. En je gaat vanuit je Windows 10 verkenner een document delen, rechtermuisknop delen, krijg je datzelfde scherm gewoon te zien. Dus dat wordt het uniforme deelscherm wat je in de verschillende plekken allemaal zult zien. Alleen het heeft wel mee te maken met wat zet een beheerder open en wat zet een beheerder niet open. Ja. Oké, dankjewel. Nou, wil je meer weten van waar we het net over gehad hebben, vooral dat security in Office 365. Het komende schooljaar komen er een aantal nieuwe trainingen aan waar we dit soort onderdelen nog verder dieper in zullen gaan en met elkaar aan de slag zullen gaan. Dat je gewoon zelf leert hoe je ermee om kan gaan en welke keuzes je kan maken ook vooral. Dat vind ik ook wel van belang. Van, je kan een heleboel, maar wat vind je zelf belangrijk? Welke keuzes wil je maken? En wat we nu niet besproken hebben, en er komen ook wat nieuwe trainingen voor Intune aan, waar ook mensen in het nieuwe schooljaar voor in kunnen gaan schrijven. Ja, het is net heel eventjes aan bod gekomen. Hoe komen we er nu aan? Heb je een E3-licentie tot je beschikking in Office 365, dan kun je gewoon de extra licenties ook verder toevoegen en bestellen. Je moet het wel eenmalig een keer even doen vanuit de webwinkel. Voor ATP is het zoeken op ATP en je vindt ze, ze komen tevoorschijn. Je kan het voor de leerkrachten en de leerlingaccounts kun je het aanvragen. Heb je het aangevraagd, dan is het toegevoegd aan je omgeving en dan hoef je verder geen schuifjes meer aan te zetten dat het als een soort licentie toegevoegd wordt. En hetzelfde geldt voor het EMNS. Als je daar naar op zoek gaat, daar is ook gewoon een knop voor berekenkosten. Ja, er zijn geen kosten, maar het is gewoon een standaard stappenplan wat je door moet gaan. Je kan het aanvragen en het wordt toegevoegd aan je omgeving. En daarbij geldt wel, daar moet je wel schuifjes aanzetten. Wie wil je dat het heeft, ja of nee? En dan kun je het aanvragen en gebruik van maken. Oké.
Nou, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dat was het einde van jouw presentatie. Ja. Er zijn geen... Komt toch nog een vraag binnen. Ja, altijd weer leuk. Op het eind nog een paar vragen. We gebruiken een tool als Harmon.ie in Outlook 2016 voor het opslaan van bestanden in SharePoint. Komt er een soortgelijke functie standaard? Ja, Microsoft ontwikkelt natuurlijk Office 365 en mensen willen stappen verder, sneller lopen dan Microsoft verder ontwikkelt. Dus er zijn third-party bedrijven die zelf apps gaan ontwikkelen die er tegenaan praten. Dat is Harmon bijvoorbeeld een idee van. Ja, ik weet niet of Microsoft zelf daar ook apps voor gaat ontwikkelen die dezelfde functionaliteit hebben. Weet ik niet, maar nee, weet ik niet. Mogelijk wel, mogelijk niet. Oké, dat was de laatste vraag. Oké. Ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw verhaal. Ja, dankjewel. En u uiteraard hartelijk dank voor het kijken. Zo vlak voor de vakantie voor een aantal scholen. Mocht u op vakantie gaan, ook een hele fijne vakantie. En wilt u dit webinar later nog een keer terugkijken, dan volgt daarvoor een link via APS IT-diensten. Hartelijk dank.